In deze video vertel ik je meer over de relatieve bijzin. Ik start met een voorbeeld. Parijs is een stad. Als ik meer wil vertellen over die stad, dan kan ik dat gemakkelijk doen door er een adjectief voor te zetten. Parijs is een mooie stad. Maar soms is een adjectief niet genoeg. Ik ben vorig weekend naar Parijs geweest. Ik heb vorig weekend Parijs bezocht. Ik wil die zin, die informatie integreren in de zin Parijs is een stad. Ik zeg, Parijs is de stad die ik vorig weekend heb bezocht. Nu geef ik een relatieve bijzin bij de stad. Die komt achter de stad. Vorige week heb jij mij verteld over een podcast en nu ben ik naar die podcast aan het luisteren. Ik wil die info die ik eerst gaf integreren in de zin. Dat doe ik door een relatieve bijzin te gebruiken. Ik luister naar de podcast waarover jij hebt verteld. Hoe herken ik nu een relatieve bijzin? Wel, zo'n bijzin begint altijd met een relatief pronomen. En, zoals in elke bijzin, staan de verba aan het einde van de bijzin. Binnen de relatieve bijzin onderscheid ik drie soorten. De bijzin met een expliciet antecedent, met een ingesloten antecedent en met een prepositie. We kijken naar de drie soorten afzonderlijk en bespreken enkele voorbeelden. De relatieve bijzin met een expliciet antecedent verwijst naar een woord in de zin. We zien het woord waarnaar verwezen wordt. Als dat woord een het woord is, gebruiken we het relatief pronomen dat. Het huis dat. Het maakt dan niet uit of um, het antecedent het subject of niet het subject van de zin is. In mijn eerste voorbeeld is het huis het subject. Het huis dat wij gekocht hebben ligt in een rustige straat. In de tweede zin is het subject wij, dus het huis is niet het subject. Maar ook dan wordt er naar het huis verwezen met dat. Het huis dat je daar ziet, hebben wij gisteren gekocht. Dus hier hebben we ook een relatieve bijzin. Als je verwijst naar een de woord, is het altijd met die. Het relatief pronomen is die. De man die haar ophaalt, is haar vader. De man die haar ophaalt, ken ik niet. In de eerste is de man weer het subject en in de tweede niet. Maar het principe blijft hetzelfde. Als ik verwijs naar een onbepaald woord, naar een superlatief of naar een hele zin, dan gebruik ik het relatief pronomen wat. Een weekje vakantie is alles wat ik wil. Alles is een onbepaald woord. Net zoals iets, niets, veel. Weinig en genoeg. Dit is het mooiste wat me is overkomen. Het mooiste is een superlatief. Mijn zus komt altijd te laat, wat ik heel vervelend vind. Hier wordt verwezen naar een volledige zin. Mijn zus komt altijd te laat. En dan zeg ik wat. Als ik verwijs naar een plaats, gebruik ik waar. Vilvoorde is de stad waar ik geboren ben. Dus in al deze zinnen verwijs ik naar een woord dat in de zin staat. En dan kijk ik naar welk soort woord of welk um, artikel het woord heeft om te weten of ik dat, die, wat of waar gebruik. Soms verwijs ik in de relatieve bijzin naar een antecedent dat niet expliciet vermeld staat, maar wat impliciet in het woord zit. Ik demonstreer. Wie dat doet, heeft niet goed nagedacht. Die wie is hij of zij die dat doet. En dat vervang ik door wie. Wat hij doet is echt niet oké. Okay. Dat wat hij doet, is wat hij doet. De dingen die hij doet, wat hij doet. Waar ik vandaan kom, kennen de mensen hun buren persoonlijk. Die waar is impliciet. Daar waar. Maar ik zeg gewoon waar. Dus in deze situaties zie ik het antecedent niet in de zin staan of hoor ik het niet, maar kan ik er impliciet aan denken? Daarvoor moet je kijken tussen de haakjes. In een laatste situatie um, gaat het altijd om zinnen met een prepositie. Um, het eerste is voor dingen. Bij dingen zeg ik altijd eerst waar. En dan de prepositie. Het potlood waarmee hij schrijft is zwart. Hij schrijft niet het potlood, hij schrijft met het potlood. Dat is met een prepositie. Daarom zeg ik waarmee. De podcast waarnaar zij luistert is spannend. Zij luistert niet een podcast. Nee, zij luistert naar een podcast. Er is een prepositie, dus ik moet waarnaar gebruiken. Gaat het over personen? Dan start ik eerst met de prepositie en zeg ik dan wie. De man met wie hij praat is mijn broer. De vrouw naar wie hij kijkt is mijn moeder. Hij praat met de man. Hij kijkt naar de vrouw. Ik heb een prepositie, ik zeg ze en ik combineer met wie. Wil je nog oefenen? Kijk dan naar een andere video. Ik heb ook video's over het bijzien met toen, terwijl en of. Nog veel succes en plezier met je Nederlands.